dit is een heel groot project waar heel veel geld in gaat, wat heel zichtbaar is, wat direct onder de buitenvelderbaan ligt. Dus er is nogal wat logica om dat dan ook echt hier te besteden. Er gaat heel veel gebeuren als je hierachter kijkt. Ja, het is wat lastig te zien met alle sneeuw erop, maar het is allemaal oud. Het is allemaal jaar of 40 geleden aangelegd. Met dit geld wordt het dus nog veel levendiger dan het nu al is met de 3.500 studenten die hier wonen. Ik ben er heel blij mee. Dat lijkt me een goed idee. In de winter is het eigenlijk één grote dode boel. Ik heb er hard aan meegewerkt en ik ben heel blij dat we alles kunnen uitvoeren. Schiphol geeft natuurlijk lusten, maar ook lasten. Een van die lasten is geluidsoverlast. Wij vinden het belangrijk dat er een sterke en aantrekkelijke omgeving rondom Schiphol gecreëerd wordt. Aan de tafel van Alders hebben we een drietal convenanten getekend. Een van die convenanten gaat over het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving. En daar is deze stichting uit ontstaan. Hier in Amstelveen heeft men dus met de projectmanagers gekeken en met de gemeente gekeken wat er allemaal verbeterd zou kunnen worden. Die uiteindelijk allemaal als doel hebben om het leefklimaat van de mensen hier te verbeteren. Schiphol kan er eigenlijk ook weinig aan doen. Ja, het maakt toch geluid en het heeft toch overlast. Dus ze kunnen natuurlijk niet die vliegtuigen stoppen, die moeten door blijven gaan. Ja, het is het enige wat ze kunnen doen denk ik, want ze kunnen moeilijk vliegtuigen de andere kant op laten vliegen. Dus dit is echt de meest directe wijze waarop ze... Ja, het ons toch ietsjes fijner kunnen maken.